Zo, kijk, nu wel op de televisie. Slaalbi zakt naar de visserij. Neem dan de eerste weg rechts. We zijn in Well, een dorp met een kleine 2500 inwoners dat deel uitmaakt van de gemeente Bergen. Well ligt tussen de Maas en de Duitse grens, midden in Nationaal Park de Maasduinen. Well dankt zijn ontstaan ook aan de rivier. De Maas maakt hier een bocht en daardoor kon je hier makkelijk oversteken. Het dagstrand Seurenheide is al decennia lang een begrip en ook de camperplaats wordt al jaren druk bezocht. De beheerder is inmiddels 75, maar hij is nog lang niet van plan om ermee te stoppen. Nee, ik ga echt niet achteraan hem zitten. Nee, echt niet. We moeten thuis de hele dag doen, zit daar een beetje, hè. En dan woon ik er wel mooi prachtig, ik kan alle kanten uit, daar niet op. Maar ik vind het zo nog veel mooier. Heb je misschien morgens al een doel, zeggen ze. Heb tenminste een doel om ja, wat te doen. Ik begin ze morgens altijd, toilettenwagen, vuilnis ophalen. Ja, dat is wel niet het mooiste werk, maar dat is, je bent ook bezig. Ik vind dat prachtig. Ja, en dan met de mensen wat ouwe hoeren, zeggen ze hier. Maar dat gaat allemaal perfect, gaat dat, ja. Echt. Hier mag nog geen caravan staan. Dus je mag alleen maar campers staan. Kijk, en de jeugd die komen nog wel eens af en toe met in de caravan. Ja, dat mag niet. Dus dat staat allemaal op het Leuke Meer. Dat is eigenlijk de grote camping daar waar alles staat, ja. En dan mag ook alles staan. Dat is dan, maar ja, er is ook wel meer te doen, hè. Er is wel speeltuinen en weet ik, daar hebben ze ook alles. Hè. Dat is restaurants en kijk, we hebben hier wel een klein eetentje, maar dat is eigenlijk alleen maar als het hoogseizoen draait. Hè. Dus dat is eigenlijk, nou heeft dat eigenlijk nog geen nut. Hè. Dat is, ja, wat hebben we nog meer? Ja, eigenlijk, dat is het wel niet. Verder is er eigenlijk niet veel te zien. Hè. Alle rust, ja. Ja, daarom, hier wordt ontzettend veel gefietst. Hier wordt verschrikkelijk veel gefietst, elke dag. En wandelen, ook heel veel. Ja. Ik zeg maar, hier is ook echt het rustgebied hier. Want als je nu aan de andere kant gaat bij het Leuke Meer. Ja, dat weten we, daar zijn jeugd, daar is jeugd. Hè, en dan is er herrie en oh, een herrie s'nachts en dit en dat. En ja, hier hoor je niks. Hier hoor je vogels fluiten. Ja, als je hier op de camperplaats staat, hoor je echt de vogels fluiten. Dat is prachtig, is dat. Ja, je kent ze onderhand allemaal zo'n beetje, maar je weet een beetje hoe het allemaal. Maar als ik die wagen binnen ziet komen, oh dat is die, oh dat is ten. Ja, en dan is die er dan niet geweest, hè? Ja, dat vraagt de klanten zelf dan. Hè? Is die er ook al geweest of komt die nog? Ja, dat is wel leuk is dat, ja. Het kasteel Well is een waterburcht en werd gebouwd in de 15e eeuw, maar pas in de 17e eeuw kreeg het zijn huidige vorm. In de Tweede Wereldoorlog werd het zwaar beschadigd, maar daarna is het kasteel helemaal gerestaureerd. Tegenwoordig is het een opleidingsinstituut voor Amerikaanse studenten. Het is dan ook niet toegankelijk voor het publiek.
Het Reindersmeer, het Leukermeer en de zwemplas Seurenheide zijn ooit ontstaan doordat in het gebied zand is gewonnen. Door de ontzanding. Alles ontzanding. Hier waren eerst grote gele bergen. Hier als jeugd, in de jeugd, toen ik nog een jaar of 15 was, hadden wij hier, op, waar nu het water is, een grote berg was daar en dan hadden wij het paasvuur. Dan gingen we s'avonds, kwam de pastoor hier uit het dorp, die kwam dat aansteken. En dan hadden we paasvuur, ja. En later is dat, ja, ontzanding. Leukermeer zijn ze begonnen. Ja, en van Leukermeer zijn ze maar direct overgestoken. En aan deze kant, hier zat veel zilverzand. Hier zit alles vol zilverzand in deze hoek. Daar wordt hier ook zoveel gebaggerd. Maar aan die kant, aan de Maaskant, daar zitten ze nou weer te baggeren overal. Ja, dat kunnen we zien overal. En dat is allemaal, ja, ze zijn hier verschrikkelijk veel met zilverzand. Zoals hier het Reindersmeer, hierachter. Dat, ja, dat, is ook alles, dat hebben ze ook allemaal leeg gezogen. Ja, dat het water, nou op het moment is het water heel slecht daar, dat is gewoon zuur. Maar ja, dat is gewoon te diep uitgegraven allemaal. En dat is, maar dat is hier, ik zeg hier, dat is puur alles zilverzand. Ja, daar zijn ze hier echt ja, de koning van. En zodoende is hier het Dagstrand ook ontstaan. En daar hebben ze daar een dijk tussen gemaakt, daarachter, dat is een dijk tussen. En vroeger zat er een pomp, lag daar, om hier het water op peil te houden. Dat was met het grondwater was dat. Omdat het grondwater nogal, ja, dat zakte nogal veel. En aan die kant dan. En toen hebben ze ook zo doen, is ook die sluis gekomen hier. Dat was alleen om het grondwater op peil te houden. Want tussen de sluis en hier het Leukermeer, er zitten 4 meter verschil tussen. Dus daarom is die sluis, die zit nu ook dicht, hè, die sluis. Ja, ze hebben een restaurant hebben ze erin gebouwd. Ja, en zo doen ze, ja, dit is... Ik heb hier een controleur gehad, die kwam van Amsterdam, of Rotterdam kwam die. En die zei ook, ja, hier kun je het water beter drinken, zei uit de plas, zei als bij ons uit de kraan. Ja, ik ben er door.